Voor mij gaat de film eigenlijk over mensen die op zoek zijn. Mensen die keuzes maken, belangrijke keuzes in hun leven, voor zichzelf. Wat weet of wat egoïstisch lijkt natuurlijk, maar ja, het is uw leven en je hebt er maar één. Maar dat wordt door anderen niet altijd in dank afgenomen natuurlijk. Dus daarover gaat de film toch wel voor een groot deel. Het is de eerste Vlaamse rock- en slagermovie. Dus in die zin is het zeer Vlaams. Ja, de tenten en zo, dat weet ik nu niet of dat in andere landen ook zo aanwezig is. Maar wij hebben echt wel zo die kermistraditie, in de feesttent van alles optredens en zo. Dus ja, in die zin is het wel heel Vlaams. Maar er zit ook een heel groot rockgehalte. De film heeft echt ballen ook. Ja, het is muzikaal voor ieder wat wils, want je hebt de rock- en de slagermuziek, maar er zit ook nog van alles tussenin. Ja, het is heel uiteenlopend. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.